In het kader van verder herstel van Suriname Airways hebben de waarnemend CEO Stephen Gonish en de VP Finance Santosh Baiju een bezoek gebracht aan Port of Spain in Trinidad en Tobago. Het bezoek had een zakelijk karakter. Met de verschillende actoren werd gesproken over samenwerkingsmogelijkheden. Ook is er een bezoek gebracht aan de Trinidad en Tobago Civil Aviation Authority, waar er uitbreidingsopties besproken zijn ten behoeve van de SLM. AWJ-minister Stephen McAndrew heeft het rapport over het onderzoek naar de obstakels bij het opzetten van micro- en kleine ondernemingen door vrouwen gisteren officieel in ontvangst genomen. Uit het rapport blijkt dat er geen of geringe toegang is voor vrouwen tot kredietfaciliteiten om een micro-onderneming op te zetten. De oorzaak is te weinig informatie over kredietfaciliteiten. Het onderzoek was noodzakelijk voor het ministerie om gericht beleid te kunnen maken ter bevordering van duurzaam ondernemerschap. Kinderen van de OS Lam Toro, de Mithiel School en de Louis Braille School volgen vanaf vandaag wekelijks kunstlessen bij kunstenaar George Struikelblok. Unity for Suriname is onderdeel van het project Special Heroes, een project van de Ilonka Elmond Foundation. Met dit project wil de organisatie met een gericht stimuleringsprogramma een krachtige impuls geven aan de vrije tijdsparticipatie voor kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of een meervoudige beperking. Het project wordt op 30 juni afgesloten met een tentoonstelling van de werken van de kinderen in de galerij van Struikelblok.